Je hebt waarschijnlijk vorige week wel gezien dat we bezig waren geweest met de Aygo van Samira en dat ik mijn Nissan weer een beetje op heb geknapt. En ik sta er nu alweer, maar dit keer met de Celica. Samira de Aygo was nog niet helemaal klaar, dus die is nog een keer teruggegaan. Dus ik heb gewoon besloten om vandaag de Celica weer eens even mee te pakken en dan eens even wat dingetjes te gaan aanpassen, want hij ziet er nog steeds na het ongeluk nog steeds vrij slecht uit. Ik was wel blij met het resultaat dat de bumper weer wit was. Maar hij heeft nog steeds overal punten waar nog wat aan gedaan moet worden. Zo dit hierachter. Dus, en aangezien we hier een put hebben, denk ik, kan hier makkelijker gedaan worden dan thuis op de straat met een krik eronder. Dus. Nou, oké. Wat ik dus zei, Samira de autootje de staat er ook nog. En Samira zelf inclusief. Die zit een soort yoga oefeningen te doen, weet ik veel. Hoeveel? Maar, wat? Yogo? Yogi? Nee, maar Jess is dus nog bezig met, ik ga deze weghalen, dan zien jullie het wat makkelijker. Jess is nog even bezig met de achterveren, dat is het enige wat nog moet gebeuren, dus op zich zijn we daar niet heel lang mee bezig. In de tussentijd ga ik even met mijn auto bezighouden, ik weet niet of we het gaan redden met tijd. What I said last time. Ja, we waren vorige keer iets te lang bezig, maar dat kan je in die andere video zien. Nou goed, het allereerste waar ik me eigenlijk aan stoor is dit hele ding hangt nu niet erg meer vast. En ik heb al zitten kijken, deze voorbumper is natuurlijk niet maar een originele bumper. Deze heb ik toen overgekocht, wat zeg je? Maar deze bumper heb ik toen overgekocht en gespoten. En toen heb ik hem op een andere manier vastgemaakt, want de bevestigingen in de bumper waren er niet meer. En dan moet ik even kijken, ik had die toen van die staaldraden doorgedaan. Niet de beste oplossing, maar goed, het was even voor Frankrijk was het goed. Maar ik ga deze er even loshalen, even kijken wat ik eraan kan doen. En anders hou ik hem er gewoon af, want hij moet wel gewoon vastzitten. En als je hier aan de buitenkant ziet, dit... Kom maar! Ik ga lekker komen! Ik ga maar gewoon in de slag. Nou goed, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar wacht, ik moet even de belichting iets hoger zetten. Gaan we even de ISO opschroeven. Zo, overbelicht, maar dat maakt niet uit. Dit is dus zo'n dingetje, hier zitten altijd van die houtdraaischroeven in en die gaan allemaal rot. Dit is afgebroken, maar goed, ik heb niet een andere lip meer liggen, dus die moet ik even repareren. Hier gewoon een M6'je ingedaan en de rest, ja, het hangt voorlopig. Met Samira. Kijk je nog niet in de video, maar is het gelukt? Ja, het is gelukt. Dus de veerpootjes zitten eronder? Ja. Eigenlijk de veerbladen. Vering. Schroefveren. Schroefveren. Ja. Met dempers. Ah. Mooi. En nu ga je hem verkopen. Yes. Ja, hallo. Maar even doen alsof je de heel... Hij wil kopen? Iemand? PB, alstublieft. Wat sta jij nou te doen? Wat? Lekker even van die auto te trekken. Nog een keer? Gewoon lekker trekken zo. Het regent echt moken hard. Het regent fantastisch hard. Oh, dit is niet normaal, joh. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ondanks ik... zeker weten niet tevreden ben met het resultaat, is het wel opgeknapt. Want hij is tenminste wit. Je ziet echt het kleurverschil nog steeds van de bumper, maar goed, het is omdat de bumper ja, gewoon een andere kleur heeft dan de hele auto. Dus het is meer de bumper die een andere kleur heeft. Maar op zich, de rest van de lak vloeit wel mooi over in de lak van de auto. Maar ja,
hoe meer ik hier aan bezig ben, hoe meer ik dit soort resultaten eruit behaal, hoe meer ik het idee heb om jij de auto aan te gaan pakken. Maar goed, we gaan even de boel opruimen, want we gaan zo eten bij Tim thuis. Broer van Jesse, ik weet niet of ik jullie meeneem, maar moet hier even de zaak gaan opruimen en even de auto naar buiten rijden. Lukt het? Ja, dat is altijd. Een moment van film, dat noemen ze dat. Waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar Tim. En? Arkel. Arkel. Ja. We gaan bij hem eten, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, wij moeten eten halen of zoiets. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Maar eerst naar jouw huis toe. Ja. Nee. Oh. Ja, wat doen we? Ik ben mijn tas vergeten. Nou, dat mag niet uit. Oh, we hebben hem gebeld. Zo goed? Het is een real life show tegenwoordig van Jesse. Ja, ik geloof het, ja. Wat gaan we nou doen? De jongens zijn verslaafd. Nee, we zijn er verslaafd. Hier, General Grievous. Ja, dat is een mooie bom. Jongens, even blijven. Eentje is terug. Oké. Ja. Er is maar één saus. Oh, dat is de... Hij zei dat het knoflook... knoflooksaus was. Nou, dat is geen knoflook. Ik denk dat het dingen doorheen zit. Dat is, hoe heet die? Oh, ja. Tzatziki. Dat. Dat is smerig. Dat is geen knoflook. Ja, dat is smerig. Hij zei het in... Erik, hij zei tegen mijn knoflooksaus, hè. Je hebt het gehoord, hè. Ja. Wat een vuile. Dat hoofd. Oh, dat is echt niet erg. Jesse. Jesse. Ja. Hallo. Stap in, Erik. Wat gaan we eigenlijk doen? Ben ik flurry al? McDonald's ijs halen. Jesse. Jesse, ja? Ik ben een autogerelateerd kanaal, geen brommerkanaal. Sst, wij zijn stiekem een brommer. Nee. We gaan bestellen. Oh ja, maar ik moet Peeks hebben, mijn Peeks. Oh, dan zeg ik ze achternaam, dat maakt eigenlijk niet. Jawel. Oh. Ja, maar ik kan toch niet weglopen nou? Jawel, voel ik wel. Zet op de standaard pad. Alsof dat ding voor jou is. Ja, jat het maar. Maakt het niet uit. De ingang is hier. Waar valt dat onder? Oh, hier. Oh nee, wacht, sorry. Jawel. Dus zo ziet die nieuwe bezorgservice van McDonald's eruit. Ja,
Maar door dit hele optreden hebben we nu wel M&M-ijs. Ja, een soort van. Mede mogelijk gemaakt door Papa Peekvogel. Doe even je afsluiten, dan ben ik klaar. Lik, wie ben ik? What the fuck? Oh ja, hij doet het. Nou, tot volgende week. Voor de kijkers thuis. Hoe laat is het? Veel te laat. Ga nou maar naar bed. Ja? En vergeet niet te likken. en te subscriben en dat soort shit. Voor onze oude Jeff movies. Nou, de bal, hè? Dag! Dag! Okay. Nou, maar hij moest zijn schoenen nog aantrekken. Tot volgende week, woensdag 4 uur. Dag! I'm on the back.